dan moet je nog wel even mee wachten nog. Ja, je wilt. Je moet het wel eerst. Ja. Groot worden. Ja. Dat ik ga groeien, hè? Ja. Romano, leg uit wanneer de melk te gebruiken. Ja, ja, het beste wat je kan doen als het op is, dat is kloten, is het op, hè? Ja, ja. Dus je moet proberen het ongeveer 2 minuten te rekken, zou ik doen. Aha. Dat geeft Hans er ongeveer aan, denk ik, want die houdt de tijd dan een heel klein beetje bij. En rond de 2 minuten dan rustig aan gaan drinken. Rustig aan. Dit wordt de man van vandaag. Stel even voor. Aangenaam, ik ben Marcel. Kom je vandaan, Marcel? Rotterdam. Hoe oud ben je, Marcel? 30, uit Duitsland. Je lijkt wel 31. Hoe oud lijkt hij dan? En we hebben het nu over jou. Ja, zal ik hem uitleggen? Peper op en Marcel maken? Gaat ter bevordering van de haargroei, gaat hij een peper eten? Waarschijnlijk wel. Kom maar even hier met die bus. Als het werkt, kom ik terug, hè? Ja, ja. Ik weet niet of nee. Daar zijn ze. Woehoe! Dit lukt wel af, liefde. Dat mag je van mij, vind ik. Mag je er zelf een uitkiezen? Oké. Okay. Eenie, meenie, meenie, hè? Ja, die is wel heel mooi. Huh? Even wachten. Oké, okay, ik tel af, Marcel. 3, 2, 1, go! Ik zou hem in 1 keer nemen, anders heb je 2 keer last. Is het goed? Ja, dat stukje nog. Maar goed, kouden, dan wordt het alleen maar. Ja. Die 2 dames. Ja, ik ga ze inderdaad 200. En, hoe smaakt die? Doe maar een pittig hoor. Ja, dat komt nog talen. Ja, ik denk het ook. Ja, maar denk ik niet. Dat begloeien hier. Het wordt minder warm hoor. Wat minder koud. Hoe is dat ook? Ja, hij begint te gloeien. Ja? Je moet proberen op een gegeven moment dan. Maar ik heb een pittige. Ik kan wat. Nou, neem er nog een. Rustig aan met de melk. En je moet het lekker in je mond houden, maar daarna. Ja, je voelt het denk ik wel. Een pittig in de hand. Ik ben hem wel een keer, jij zit er. En? Succes, man! Het duurt echt elk minuut. Ik denk dat je het nog een paar dagen hebt. Nou, nee. En goed voorzaam? Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Dat valt toch op, zal wel meevallen. Ik heb hem wel pittig verwacht. Hij is wel pittig, maar ik heb hem pittig verwacht. Ik begrijp dat niet, hoor. Volgens mij komt dat echt door. Ik weet het niet waardoor. Stop, maar niet van de soep. Maar wel goed nauw beton, hè? Ben jullie alles erop en eraan? Er komt al water uit je ogen. Ik begin ook te. De tranen beginnen te komen. En mijn neus begint ook te lopen, joh. Ja? Wil jij met kaas of vlog lopen? Hierna komt ze op maat. Ja, kloppen. Ik lach me helemaal rot. Die gaat na Marcel. Hé, hey, bedankt. Was lekker. Ja, jullie ook zijn lekker. Tot snel. Hé, geniet van je kindje. Ja, dankjewel. Hoi, ben je snel trok? Hij begint er goed naar, joh. Zo. Is hij aan het bouwen nog? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, gelukkig. De lange melk, ja, inderdaad. Dat is het, ja. Dan zijn die al rustig aan de melk. Ja. Wat krijg je van me eigenlijk? Kijk uit. Niet te zoenen meer vandaag, toch? Nee. Dat kan niet meer, nou. Ik vind dat minder vanmorgen. Ja? Ja. Oh, dat is partiek. Lekker uitstoppen. Ja. Nou, de eerste van vandaag.
Had hij wel een beetje pittig? Nee. Oké, het begint minder te worden eigenlijk. Dat kan kloppen, je zit nu over de 5 minuten. Ik had ik het nog niet gered, denk ik, hè? Nee, ik ook niet. Ik denk dat je een stoer was geweest als je geen melk hebt. Ga je gang zou ik zeggen. Die Adriaanse keer. Ja, jij toch nog? Hè? Jij toch nog? Nee, ik kijk wel uit. Jammer. Ik heb in ieder geval niet meer koud buiten. Ja, op mijn Facebook van Hans Worst. Wil je nog een stukje spectrum? Oké, ik druk hem nu af.